Dankjewel. Ja, mijn naam is Wiep Volkerts van Solar Energy Application Center. En ik ga een paar dingen zeggen over innovaties in de zonne-energie. En dan spits ik dat even toe op wat er gebeurt wat een relatie heeft met de bouw. Want er gebeuren nog heel veel andere dingen op het gebied van zonne-energie. Ik laat ook infra even voor wat het is. Hè. Integratie in geluidsschermen en in wegdek, et cetera. Daar doen we ook allemaal projecten op. Het Solar Energy Application Center is een onderzoeksorganisatie. En wij doen projecten samen met bedrijven die allemaal tot doel hebben om innovaties naar de markt te brengen. Deze eerste slide die geeft al vaak een zucht van afschuw in het publiek. Daar is hij ook een beetje voor bedoeld. En ik heb ook de lelijkste fotootjes die je kon vinden even. Maar het zegt ook echt wat. Hè? Hoe we misschien 10, 15 jaar geleden nog met zonne-energie bezig waren. Met panelen lukraak op daken zetten. En hiermee zie je ook dat hier is slechts één drijvende kracht aan de hand. Hier is iemand die houdt van techniek en die heeft het hart op de goede plaats, laten we maar zeggen. Hè. Het is ongetwijfeld zijn het idealisten die hier wonen. Maar gelukkig kunnen we idealisme inmiddels ook op mooiere manieren in de praktijk brengen. Wat is er gebeurd sindsdien? Ten eerste is de prijs of de kosten, de prijs van zonne-energie ongelooflijk naar beneden gegaan. Hè. In ruim 15 jaar is de prijs van modules een factor 10 omlaag gegaan. Hè. Van typisch 4 euro per wattpiek naar 40 cent per wattpiek. Om maar even een eenheid erin te gooien. Dat is echt ongekend. En hoe is dat gekomen? Door grote fabrieken, massaproductie en ook door standaardisatie. Nou, standaardisatie in de bouw is voor een deel fijn, voor een ander deel is dat ook weer vervelend, want het tast de vrijheid van de architect aan, om het zo maar eens te zeggen. Maar het heeft ook voordelen, want als je dus zo'n ongelooflijk goedkoop product hebt, kan je dat product ook weer als een halffabrikaat bekijken en vervolgens denken, hey, wat kan ik daar allemaal aan toegevoegde waardeproducten meedoen in Nederland? Nou, wat er ondertussen ook gebeurd is, is heel veel op het gebied van convenanten en regelgeving in de bouw. Hè. De Europese Building Directive 2010, die stap voor stap nu door alle landen in nationale wetgeving wordt omgezet. Het zogenaamde Near Zero Energy Building, of in Nederland heet het dan BENG, hè, bijna energie-neutraal bouwen. Het Nederlandse beleid laat zien dat vanaf 2020 alle woningnieuwbouw Near Zero Energy zal zijn, bijna energie neutraal. En van 2018 alle nieuwe gebouwen op het gebied van overheidsgebouwen. En daartussenin commercial and utility. Het energieakkoord, een convenant, hoe we met z'n allen, met heel veel partijen, naar een duurzame energierevolutie, hoe we die vorm willen geven. En de stroomversnelling is vanmiddag al een paar keer genoemd, een convenant op het gebied van renovatie. Ik heb op een verkeerd knopje gedrukt. Ja, wat er inmiddels ook gebeurd is, steeds meer ervaring van architecten op echt mooi integreren van zonne-energie in de bouw. 25 jaar jubileum hebben we nu van het gebouw geïntegreerde PV. Ja, dat is het eerste gebouw waarbij echt zonne-energie als bouwelement geïntegreerd is. Was in de Verenigde Staten in 1990. Eerst in Nederland was in Amersfoort architect Han van Zieten en andere pionierende architecten Tjerk Rijega in Nederland, ook jaren 90. Ervaren bouwers en steeds meer producten en concepten beschikbaar. En dat wordt voor een deel wordt dat aangejaagd vanuit dat EPC-beleid of energie-neutraal bouwenbeleid, et cetera. Want alle bouwbedrijven zijn nu bezig te kijken van, oh ja, straks moeten we weer aan strenger eisen voldoen. Welke producten zijn er eigenlijk? Hebben we wel toegang tot de goede producten? Ik noem even een paar voorbeelden. Dit is een mooie gevel met
nou ja, over smaak kan je altijd twisten. Maar een gevel met zonne-energie om de architectuur gebouwd. En dat ook gevels, ondanks dat die niet ideaal georiënteerd zijn, heel belangrijk gaan worden in het energie-neutraal bouwen en met integratie van zonne-energie, is natuurlijk omdat utility-gebouwen, commerciële gebouwen, heel vaak hoogbouw zijn. Op het dak staan allerlei al installaties en airco-dingen. En je wilt toch lokaal op het gebouw energieopwekking doen. En dan is de gevel wat overblijft. En de gevel zit per definitie in het domein van de architect. Dit is een nieuwbouw die afgelopen zomer in Eindhoven is opgeleverd. Hè. Wat we hier zien is een geïntegreerd dak die energie opwekt en die in plaats van de dakpannen komt. Dit is een product wat geleverd wordt door een start-up. We zien heel veel start-ups in dit domein. Airspire, en de aannemer is Heijmans. En de opdrachtgever is woningbouwcoöperatie Woonbedrijf Eindhoven. En dit is ook een voorbeeld waar je ziet dat je de hele keten aligned moet hebben om dit soort projecten echt tot stand te brengen. Kijk, dit is ook een product wat de potentie heeft omdat je de dakpannen uitspaart om even duur te zijn als normale zonnepanelen. Dit is ook een leuke. Dit is een product wat ontwikkeld is. Dit zijn allemaal dingen waar wij als CERC bij betrokken zijn. Wat ontwikkeld is puur op de renovatiemarkt. Dit is een product. Je ziet hier één element. Dat bestaat uit zonne-energie plus dakisolatie. En dat is dus bedoeld voor een typisch stroomversnellingachtig renovatieproject. Waarbij zo'n rijtjeshuis waar je dit bijvoorbeeld op toepast, in één keer van label F naar label A gaat. Voor dezelfde kosten als een klassieke renovatie. En dan noem ik een klassieke renovatie. Je haalt de oude pannen eraf, alle daklatten eraf. Je brengt isolatie erop, nieuwe daklatten, nieuwe dakpannen. Dit is even duur en heb je dus de zonne-energie gratis. Je moet hem dan nog wel aansluiten, maar omdat je aan investeringskosten op deze manier heb je dat. Dit is ook een product wat je, of type product moet ik eigenlijk zeggen, wat je steeds meer ziet. Vrij grote dakpanachtige dingen, maar meer lijsteenachtige dingen. Hè. Er zijn een heel aantal leveranciers in Nederland, inmiddels Solar Century, Stavia, Solinso en nog een aantal die dit soort producten leveren die je heel goed kan combineren met platte dakpannen tot een esthetisch geheel. Als CERC brengen wij regelmatig rapporten uit van wat er allemaal gebeurt op het gebied van gebouwgeïntegreerde zonne-energie. Die zijn te downloaden op onze site CERC.cc. Dit is de meest recente van 2015. Die hebben we samen met het Zwitsers Instituut gedaan. Je ziet tegelijk ook dat er ongelooflijke ontwikkeling in zit. Heel veel dingen die in ons 2013 rapport nog stonden, die zijn er inmiddels niet meer. Dus daar kan je ook weer van leren wat werkt en wat niet werkt. Wat bijvoorbeeld heel vaak niet werkt, zijn kleine dakpannetjes met een stukje zonne-energie erin. En dat komt omdat je dan heel veel aansluitingen hebt en uiteindelijk niet een robuust of kosteffectief systeem krijgt. Nou, wat is er allemaal nog onderweg? Hè? Wat nu nog niet op de markt is, wat ik net niet zien is, wat je allemaal kan kopen. Dit zijn projecten met veel meer kleur. Hè. Dit is een proef met een geluidsscherm wat we doen. Maar dit is ook een soort, ja, laten we zeggen, onderzoeksachtige gekleurde dakpan, waar we willen kijken van, kan je niet veel meer met kleur doen met zonne-energie? Hier iets met vorm, hè? Als je nou niet met vierkante celletjes werkt, maar met dit soort celletjes en die combineer je slim, wat kan je dan inderdaad allemaal doen? Dit is een gevel met allemaal verschillende maten. Hè? Kan je niet met dunne film zonne-energie in een slim productieproces, hè? Zoals we vanmiddag ook zagen met staal, maar kan je dat niet ook met zonne-energie doen, dat je elke maat kan aanleveren op bestelling. En dit is een slim systeem, dit heet de zigzag solar, waarbij je de esthetische kant hebt losgekoppeld van de zonne-energiekant. De zonne-energiekant kijkt naar de zon en als ik
ervoor sta en ik kijk naar die gevel, dan zie ik dus alleen dit. En dan zie ik niet die zonnepanelen. Dus je kan de esthetiek en de functionaliteit op deze manier loskoppelen. Nou, dat is allemaal onderweg. Hè? Gewoon om even wat innovatieprojecten aan te stippen waar wij mee bezig zijn. En combinaties van zonnestroom en zonnewarmte. Dit is een proefopstelling van ons. Hè. Dit is niet zoals het in de praktijk zit, omdat we hier drie verschillende systemen naast elkaar hebben. Waar je zowel warmte als elektriciteit opwekt in één gecombineerd systeem. Dat is mijn pitch. En dit is de conclusie die ik daarbij even in de groep gooi, hè, voor nieuwbouw en renovatie. Ik kan me bijna niet meer voorstellen dat je dat zou doen zonder zonne-energie daarin mee te nemen. Dank u wel.